Kajoes mama was een lekker diner aan het voorbereiden voor gasten die 's avonds zouden komen eten. Oh nee, dit is nog helemaal niet glad. Wat ben je aan het doen? Ik ben eten aan het maken voor onze gasten vanavond. Ik wil ook meehelpen. Ik wil zo graag helpen. Kajoe, heel even wachten, oké? Aan de kant, dit is heet. Ik kan best helpen, Margaret. Goed, eens even kijken waar je me mee kunt helpen. Jij kunt de sla alvast wassen terwijl ik dit afmaak. Ja! Kajoe was blij dat hij mama kon helpen met koken. Hij wilde haar laten zien dat hij een grote jongen was. Kijk, mama, ik ben de sla aan het wassen. Oeps. Kijk, nu mag je het scheuren en dan kun je het afdrogen. Kijk eens aan, zo is het veel makkelijker. Hier moet je aan draaien en dan wordt de sla helemaal droog. Wow. Lukt het een beetje met de soufflé? Het begint te komen. Ik kook ook. Ja, dat kan ik zien. Kajoe, waarom ga jij niet even buiten spelen met Roosje, zodat mama door kan met koken? Zo, lekker zitten, Roosje. Jullie kunnen hier wel even samen spelen, toch? Hoi, Kajoe. Wat ben je aan het doen? Ik heb mama net geholpen met koken, maar nu moet ik ineens buiten spelen. Ik hou van koken. Laten we recepten verzinnen. Oké, wat vind je van modderpizza? Modderpizza? Oké, dan moeten we wel de juiste ingrediënten zoeken. Eens kijken. Er moet kaas op onze pizza. En pepperoni. We kunnen steentjes gebruiken voor pepperoni. Zo, hij is klaar. Ik ook. Nee, Roosje. Het eten is nog niet klaar, hoor. Ja, we moeten de sla nog maken. We kunnen blaadjes gebruiken. Nu moeten we de sla nog even wassen. Zo, helemaal klaar. Deze soep wordt heel erg lekker. Gilbert, aan de kant. Dit is heel erg heet. Gilbert! Gilbert! Wow! Sarah, kijk! Dit zou een toetje kunnen zijn. Kijk, mama. We hebben een taart gemaakt als toetje. Hij ziet er heerlijk uit. Dank je wel. En we hebben ook bloemen meegenomen. Ze zijn prachtig. Ik weet al waar ik ze neer ga zetten. Ze zijn daar. Ik kom al. Oh, Kajoe. Kom binnen. Je bent helemaal nat. Ik hou van de regen, mama. Ik ben in alle plassen gesprongen. Ik heb het koud. Kom, dan gaan we die natte kleren uittrekken en iets droogs aandoen. Fijn, dat scheelt. Je hebt geen koorts. Mijn keel jeukt wel een beetje, mama. Hij doet pijn. Misschien moeten we je even wat keelsiroop geven tegen de kriebelkeel. Dat wil ik niet. Ik hou niet van keelsiroop. Hier, probeer maar. Het smaakt naar druiven. Kajoe, als je dit neemt, dan wordt je keel weer beter. Probeer het maar. Auw, het doet pijn, mama. Kajoe wilde de siroop niet innemen. Maar hij wilde ook niet dat zijn keel pijn deed. Zo, dat was toch niet zo heel erg? Nu ga je meteen naar bed, zodat je even lekker kunt bijslapen. Goed? De volgende ochtend was Kajoe's keel niet alleen kriebelig, maar kon hij ook niet meer praten. Mama! Kajoe, tijd om op te staan. Mama! Oh, het klinkt alsof je een kikker in je keel hebt, Kajoe. Nee, geen echte kikker, maar het klinkt wel zo. Je hebt geen koorts, maar volgens mij is die kriebel van je in een keelontsteking veranderd. Tot je weer normaal kunt praten, wil ik dat je helemaal muisstil bent, begrepen? Je keel moet eerst weer beter worden.
In de tussentijd krijg je een lekker ontbijtje. Caillou, wat wil je hebben voor het ontbijt? Je mag zelf kiezen wat je wilt. Wil jij pannenkoeken? Wentelteefjes? Of een kom met havermout? Caillou wist niet hoe hij tegen zijn papa moest zeggen dat hij graag iets warms wilde dat geen pijn zou doen aan zijn keel. Ik weet wat. We gaan een spelletje hint spelen om erachter te komen wat jij wilt eten, oké? Probeer maar uit te beelden wat je wilt. Spel, spel, ja! De koelkast. Dat zit in de koelkast, of niet? Eieren. Je breekt een eitje. En nu ben je de eieren aan het roeren. Is het misschien een roerei? Eieren, ik ook! Nou, dan ga ik snel eitjes breken. Caillou speelde de rest van de dag hints om maar niet te hoeven praten. De volgende ochtend werd Caillou wakker en voelde hij zich een stuk beter. Zijn keel deed geen pijn meer. Oh, Kilbert! Kilbert! Goedemorgen, Caillou. Hoe gaat het met je keel vandaag? Mama, ik heb mijn stem weer terug. Dat is fijn, zeg. Nou, dan is die kikker in je keel vast weer weggesprongen. Kwak, kwak! Caillou en zijn vriendje Leo waren in de tuin aan het spelen. Maar toen hadden ze ineens een probleem. Ze wilden allebei op hetzelfde moment met dezelfde vrachtauto spelen. Boer George wil met zijn vrachtauto spelen. Maar de vrachtauto is van boer Daan. Hij wil zijn koeien erin stoppen. Maar boer George had de vrachtauto als eerste. Maar het is mijn vrachtauto. Haal maar een andere voor boer George. Ik zou een vrachtauto kunnen halen, maar... ik kan natuurlijk ook een vliegtuig gaan halen. Heb jij ook een vliegtuig? Kom, we gaan hem halen. Caillou en Leo gingen het speelgoedvliegtuig halen van Caillou, zodat ze allebei met iets bijzonders konden spelen. Ik zie nog geen vliegtuig. Hij ligt niet in deze kist. Ja. Misschien ligt hij hier wel. Zie je hem al? Nee. Hey, ik heb een graafmachine gevonden. Nu kunnen we wegen maken voor de boerderij. Waarom kan ik mijn vliegtuig nou niet vinden? Misschien ligt hij onder het bed. Ik kan hem niet zien, hoor. Een huifkar. Bij een boerderij hoort een huifkar. Caillou doorzocht zijn hele slaapkamer. Maar hij kon zijn vliegtuig nergens vinden. Misschien ligt het vliegtuig onder je kussen. Onder mijn kussen? Dat kan toch niet? Ah! Oeh. 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 Auw. Jongens, geen kussengevecht. Die van mij gaat sneller. Nee hoor, helemaal niet. Ja. Misschien ligt je vliegtuig hier. Een paard, die hebben we nodig voor de boerderij. Ik wil mijn vliegtuig. Kom mee. Caillou, Leo, ik wil dat jullie het speelgoed opruimen en die papieren die jullie net uit het kastje hebben gehaald. Zo. Dankjewel. Caillou en Leo hadden niet veel succes met het zoeken naar het vliegtuig. Maar ze hadden wel een hoop andere mooie dingen gevonden. De schroevendraaier van mijn papa? Ik heb geld gevonden. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn op zoek naar mijn vliegtuig. Volgens mij hebben jullie alles gevonden, behalve een vliegtuig. Mijn schroevendraaier.
en de zonnebril van oma. Bedankt! Ik heb die schroevendraaier echt overal gezocht. Caillou en Leo waren heel erg trots op elkaar. Dat kleingeld mogen jullie houden. Maar ik wil dat jullie de kussens weer op de bank leggen en alles weer achterlaten zoals het eerst was. Oké, papa. Caillou en Leo waren wel erg blij met het geld, maar ze hadden nog steeds niet gevonden wat ze zochten. Nu moeten we mijn vliegtuig zoeken. En, ligt je vliegtuig hier? Nee. Caillou, Leo, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn mijn vliegtuig aan het zoeken. Teddybeer. Oh, jullie hebben de teddybeer van Roosje gevonden. Die hebben we gisteren overal gezocht. Maar ik ben al de hele tijd op zoek naar mijn vliegtuig, mama. Misschien moet je even buiten gaan kijken. Maar eerst moet je al die troep weer opruimen. Oh, oké, mama. Caillou en Leo waren een beetje teleurgesteld dat ze na al dat zoeken het vliegtuig nog steeds niet hadden gevonden. Misschien ligt hij daar wel. Ik heb iets gevonden. Het glimt. Ik heb een dinosaurus gevonden. Die is van mij. Die was ik al kwijt. We hebben een heleboel spullen gevonden, maar je vliegtuig niet. Volgens mij is die kwijt. Ja. Caillou, Leo, kom eens. Caillou, ik heb je kamer opgeruimd voor we boodschappen gingen doen. Dus ik wil dat jij en Leo het bed opmaken en alle troep weer opruimen. Kijk eens, mama. Oh, ik kan niet geloven dat je die hebt gevonden. Die ben ik jaren geleden verloren. Bedankt, Caillou. Bedankt, Leo. Oh, ik kan niet wachten om het papa te laten zien. Caillou en Leo waren heel blij dat de mama van Caillou zo gelukkig was. Als jullie de kamer opruimen, heb ik daarna beneden iets lekkers voor jullie. Oké, mama. Leo, kijk! Ja, we hebben hem gevonden! Ja, we hebben het vliegtuig gevonden! Caillou en Leo waren heel erg blij. Na al dat zoeken hadden ze eindelijk het vliegtuig gevonden. En ze hadden ook alle troep weer netjes opgeruimd. Deze boerderij is geweldig! Ja! Ik heb ook nog een trein! Laten we hem pakken! Ik weet alleen niet waar die is. Ah, we vinden hem wel! Nadat ze zoveel verloren spullen hadden gevonden, wist Caillou zeker dat ze alles zouden kunnen vinden. Het was een speciale dag voor Caillou. Zo speciaal dat hij zo vroeg mogelijk opstond, omdat hij helemaal niets wou missen. Perfect! Caillou wilde er extra goed uitzien. Hij was trots dat hij zich helemaal zelf had aangekleed. Nee, Gilbert, ik moet echt opschieten. Goedemorgen, Caillou. Kom je uit je bed? Caillou, je bent al uit bed en je hebt jezelf al aangekleed. Ik ga zo met papa mee werken. Oh ja, inderdaad. Het is vandaag vader en zoon dag op papa's werken, hè? Aha. Zo te horen is papa wakker. Laten we Roosje halen en gaan ontbijten. Kijk, mama, ik maak het ontbijt. Dat zie ik, Caillou. Zal ik even helpen? Ontbijt smaakt altijd lekkerder aan tafel. Goedemorgen, allemaal. Je klinkt heel grappig, papa. Mijn neus is een beetje verstopt. Dat was snel. Wat ga je doen?
mijn rugzak halen. Caillou kon niet wachten om met zijn vader naar het werk te gaan. Oké, Caillou. Je klinkt niet echt goed, hoor. Oh, dat komt wel goed. Liefje, misschien moet je niet... Vandaag is een grote dag. Schiet op, mami. Alsjeblieft, papa. Gaan we? Tot straks, Roosje. Weet je zeker dat het gaat? Ja, het gaat wel. Zo te voelen heb je verhoging. Ik denk niet dat je moet gaan werken. Volgens mij voelt papa zich niet goed genoeg om te werken, Caillou. Sorry, Caillou. Maar mama heeft gelijk. Maar ik beloof dat als ik beter ben, we samen daar mijn werk gaan, oké? Maar we moeten wel nu gaan. Caillou was heel teleurgesteld. Want hij had de hele week op deze dag gewacht. Liefje, ga jij maar naar boven en even liggen. Ja, ik denk dat je gelijk hebt, ja. Ik snap de teleurstelling, maar we worden allemaal wel eens ziek. Papi ziek. We moeten gewoon heel goed voor papa zorgen, zodat hij weer beter wordt, oké? Oké. Ik ga even bij papa kijken. Bedenken jullie ondertussen dingen om hem beter te maken? Oké. Teddy, jij bent ook ziek. Ik ga je weer terug in bed stoppen. Het is geen hoge koorts, maar zeker wel koorts, dat is duidelijk. Ik ben zo terug met de medicijn. Achoo! Oh, wat is er met Teddy? Teddy is ook ziek. Dan moet je zijn temperatuur meten. Hij heeft ook hoge koorts. Teddy moet ook een pilletje. Hier blijven, papa. Oké, dokter Caillou. Ik blijf waar ik ben. Mami, Teddy moet ook een pilletje. Oh, is Teddy ook ziek? Iets te drinken is misschien een goed idee. Ik pak het wel. Alsjeblieft, mama. Zo, dan brengen we dit even naar onze patiënten. Wel je sap op drinken, papi. Dat maakt je beter. Teddy ook. Komt in orde, dokter Caillou. Doen we. Als je al je sap opdrinkt, word je beter. Caillou was helemaal vergeten dat ze naar papa's werk zouden gaan. Hij had het te druk met het verzorgen van Teddy en papa. Dokter zijn vond hij heel leuk. Wil jij een dokter worden als je later groot bent? Ja. Ik help papa zodat hij snel beter wordt. Denk je dat we nog meer dingen kunnen doen om hem te helpen? Oh, ik weet het. Caillou bedacht iets waardoor hij zich beter voelde toen hij zelf ziek was. Door jou wordt papa weer helemaal beter. Dit had oma voor mij gekocht toen ik ziek was. Mag ik het aan papa geven? Dat is lief van je. En je hebt van oma toch ook een beterschapskaart gekregen? Ja! Kunnen we er eentje voor papa maken? Laten we een hele grote kaart maken. Misschien knapt hij ervan op. Oké. Oké. Zo, en wat hebben we hier? Een kaart om beter te worden. Net wat ik nodig had. Dat heb ik gemaakt en Roosje en mama hebben ook geholpen. Jij ook, Gilbert? Ben je dan nu weer helemaal beter, papa? Bijna, maar nog net niet helemaal. Ik hoop morgen. Het belangrijkste wat papa nu nodig heeft, is wat rust. Mag ik papa dan een verhaaltje voorlezen? Dat lijkt me heel erg leuk. Ga jij je lievelingsboek maar uit je kamer halen. Caillou zocht naar het perfecte verhaaltje voor papa. Boertje Bruin! Er was eens een boer en die heette Boertje de Bruin. Boertje de Bruin had een grote boerderij met heel veel dieren.
En slaap je al bijna, papa? Nog niet, maar ik word al wel een beetje slaperig. Schiet op, mama, anders valt hij straks in slaap. Sommige dieren deden boe, andere deden bè, maar anderen deden miauw. Doordat dokter Caillou, mama en Roosje voor papa zorgden, duurde het niet lang meer voor hij weer beter zou zijn. En Caillou een dagje mee naar het werk kon nemen. Caillou en Sarah zaten in Caillou's achtertuin te picknicken. Kijk, Sarah, mieren. Waarom kruipen ze op het dekentje? Ze willen koekkruimeltjes. Hij beweegt niet. Caillou en Sarah keken naar het vogeltje. Wat is er? Misschien heeft hij pijn aan zijn vleugel. Ik zeg het tegen je mama. Blijf jij hier om op hem te letten? Heeft het vogeltje pijn, mama? Als hij hier blijft, pakt een kat hem misschien. Oh, heel erg goed dat je me hebt gehaald. Je moet nooit een dier pakken als hij pijn heeft. Als ze hem nou in deze doos doen, dan blijft hij veilig. Zo. Hier heb ik wat gras en blaadjes. Net zoals in zijn eigen nestje. Hier is wat water als hij wil drinken. Dit kan hij eten als hij honger krijgt. Leg het maar in de doos naast het vogeltje. Caillou hoopte dat de vogel snel beter zou worden. Ik moet nu gaan, Caillou. Ik kom straks weer naar het vogeltje kijken. Doei! Het vogeltje heeft het brood nog niet gegeten. Hij moet eerst weer beter worden, lieverd. Caillou was zo blij toen hij het vogeltje hoorde chilpen. Hij vroeg zich af hoe hij beter geworden was. Mama, hoorde je dat? Heb je honger, vogeltje? Hier, houd het brood maar iets dichter bij het vogeltje. Nee, Gilbert! Mami, zeg dat Gilbert het vogeltje met rust moet laten. Ik neem Gilbert mee naar binnen, weg van het vogeltje. En kom jij ook om te lunchen? Maak je niet druk om Gilbert. Ik bescherm je wel als hij weer terugkomt. Als de vogel vanavond niet beter is, brengen we hem naar een vogelopvang. Ze hebben een speciaal ziekenhuis om voor hem te zorgen. Kunnen we dan op bezoek als hij daar is? Tuurlijk kan dat. Mami, het vogeltje is weg. Misschien heeft Gilbert hem wel. Kijk, Gilbert was de hele tijd binnen. Veel. Caillou, kijk. Daar is hij. We moeten heel erg stil zijn en langzaam lopen zodat hij niet schrikt. Oh nee, het vogeltje vliegt weg. Caillou was verdrietig dat het vogeltje wegvloog. Je hebt het vogeltje beschermd en hij werd beter. Kijk, hij vliegt weer en dat komt door jou. Caillou was heel erg trots op zichzelf. Als je wilt kunnen we nog naar het ziekenhuis in de vogelopvang gaan. Ja! Caillou vond het heel leuk om naar het bos te gaan met mevrouw Martens en zijn vriendjes van de speelzaal. Vandaag gaan we op zoek naar een schat. Het wordt hartstikke leuk. Ja! Ja! Wat voor soort schat, mevrouw Martens? Caillou had nooit eerder naar een schat gezocht in het bos. We gaan allemaal op zoek naar iets bijzonders. En dat mogen jullie mee naar huis nemen. Moet je die grappige plaatjes zien? Kan iemand raden wat dat zijn? Dierenvoeten? Dat klopt, Leo. Dat zijn pootafdrukken. Dit is een vogel, een konijn, een hert en dat is een beer. Hij is enorm! Caillou was opgewonden over wat hij zou gaan zien in het bos. Laten we eens kijken naar die waterlelies. Zien jullie hoe die op het water groeien en niet op de grond? Caillou dacht dat hij een mooie schat had gevonden in de vijver. Hey! Hey! Ha 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 ha!
Moet je dat gekke visje zien? Dat zijn kikkervisjes. Het zijn babykikkers. Moet je die kikker zien? Hij eet die vlieg op. Eeuw. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Kwak, kwak, kwak. Wat is dat? Nou, laten we op zoek gaan naar aanwijzingen. Kijk eens naar deze stok. Daar zitten een heleboel afdrukken in. Dat is een hele mooie schat, Leo. Dat zijn tandafdrukken. Weet iemand welk dier er zulke sterke kaken heeft dat hij dat kan doen? Hij heeft een bruine vacht, een grote platte staart en grote voortanden. Een bever? Dat klopt. En dat is het huis van de bever. Dat noem je een dam. Bevers moeten op hout blijven kauwen, want anders groeien hun tanden steeds langer. Is dat een beverhuis? Kunnen we binnenin kijken? Je kunt ze beter met rust laten, Caillou. Het is belangrijk om de natuur nooit te verstoren. Kom mee, er zijn nog veel meer dingen te zien in het bos. Caillou vroeg zich af wat ze hierna zouden zien. Hey! Zal ik je een goede truc laten zien, Caillou? Je kunt de tak vasthouden en doen alsof je een deur openhoudt. Wauw, dat is echt een hele grote kerstboom. Caillou dacht dat deze boom de mooiste kerstboom ooit zou zijn. En hij had zelfs al een boel versieringen. Au. Voorzichtig, naaldbomen hebben naalden in plaats van bladeren. Caillou vond een dennenappel een heel mooie schat. Ik zag hem als eerste. Nee, Caillou, hij is van mij. Er zijn nog genoeg andere schatten in het bos. Als je goed blijft zoeken, dan vind je vast nog wel iets mooiers. Caillou vroeg zich af wat er beter kon zijn dan de dennenappel. Hij was heel erg benieuwd wat ze nog meer konden vinden. Elke ring staat voor 1 jaar dat de boom heeft geleefd. Laten we stellen hoe oud deze boom is geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, hij was vast ontzettend oud. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caillou wilde graag weten waar dat gekke geluid vandaan kwam. Maar ineens voelde hij zich heel alleen en best bang. Hij was niet ver weggegaan, maar Caillou kon de anderen niet meer zien. Caillou? Caillou? Ik ben hier! Caillou, het is heel erg makkelijk om te verdwalen in het bos. Je moet altijd bij de groep blijven. Maar ik hoorde een heel gek geluid en ik wilde even gaan kijken. Het klonk alsof er iemand op een deur aan het kloppen was. Sst. Als we heel stil zijn, kunnen we het misschien nog eens horen. Kijk daar! Dat is een specht. Hij is op zoek naar insecten om te eten. Mag ik wat bessen eten? Je moet heel voorzichtig zijn, Caillou. Je kunt niet alle bessen zomaar eten, maar die bosbessen zijn een lekker tussendoortje. Mm, lekker! Lekker! Mm. Hij wil mijn bosbes hebben! Als je helemaal stil blijft staan, Caillou, dan laat hij je met rust. Caillou was niet zo blij, want hij was de enige die nog steeds geen schat had gevonden. Oké, jongens, het is tijd om te gaan. Even jullie toetjes wassen. Misschien kun je je even in een beekje afspoelen, Caillou. Caillou vond de steen uit het water heel erg mooi. Wat heb je daar, Caillou? Ik heb een steen gevonden. Het is... Een schildpad. Caillou had de mooiste schat van iedereen gevonden. Hij zat verstopt in die steen.
Dat is een schild. Schildpadden dragen hun huis op hun rug ter bescherming. Hij is lief. Geef hem maar wat ruimte. Schildpadden zijn heel erg schuw. Kom, Caillou, we gaan naar huis. Mag ik hem houden? Dan haal je hem wel weg uit zijn vertrouwde omgeving. Caillou wilde de schildpad houden, maar hij wist dat hij gelukkiger zou zijn in het bos. Doei, schildpad. Tot de volgende keer. Caillou? Caillou, waar zit je? Waarom ligt mijn wasmat daar nou weer? Kijk, mama. Ik ben het schildpad. Dit is mijn nieuwe huis. Gaat het wel, papa? Ja hoor, het gaat wel. Ik heb de vrijmarktdoos laten vallen. We hebben dit jaar veel spullen te verkopen. De vrijmarkt? Ja, en de hele buurt doet eraan mee. Dus ik zoek spullen die we niet meer gebruiken om te verkopen. Mag ik ook meedoen met de vrijmarkt, papa? Dat lijkt me een heel goed idee, Caillou. Kijk maar in je kamer of je speelgoed hebt waar je niet meer mee speelt. Caillou vond het moeilijk om te kiezen welk speelgoed hij zou verkopen op de vrijmarkt. Hij vond alles leuk. Ook alles waar hij niet meer mee speelde. Hoe gaat het, Caillou? Ik kan dit verkopen. Nou, ik denk niet dat er iemand is die iets wil kopen wat kapot is. Maar als ik mijn speelgoed verkoop, dan heb ik niks meer om mee te spelen. Ik bedoel ook niet al je speelgoed. Alleen die speeltjes waar je niet meer mee speelt. En ik denk ook dat er nog een andere jongen zal zijn die speelgoed verkoopt waar hij niet meer mee speelt. En dan kan jij die van hem kopen. Oh, echt waar? Caillou vond dat een heel erg goed idee. Hij verkocht het speelgoed dat hij niet meer wilde en ruilde het voor wat hij wel wilde. Caillou had nu heel erg veel zin in de vrijmarkt. Ik ben helemaal klaar. Heel goed gedaan. En dan gaan we nu naar buiten onze tafel opzetten. Ik heb mijn spaarvarken mee. Wat een goed idee, Caillou. Dan kan je daar het geld in doen dat je hebt verdiend. Wanneer kan ik nieuw speelgoed gaan kopen, mama? Nou, je moet eerst wat spullen van jezelf verkopen, lieverd. Met dat geld kan je dan nieuwe dingen kopen. We gaan zo wel even een rondje maken om te kijken wat de anderen verkopen, goed? Oh. Het werkt nog. Kijk maar. Mag ik dat hebben, mam? Dat is een heel mooi speeltje. Mag Jeffrey het van je kopen? Nee, ik wil het eigenlijk toch niet meer verkopen. Weet je het zeker, Caillou? Je hebt daar al zo lang niet meer mee gespeeld en daar straks wilde je het wel verkopen. Ik snap het wel, Caillou. Laat maar weten als je van gedachten verandert. Caillou, waarom stop jij je speelgoed terug in je doos? Ik wil mijn speelgoed houden, dus niet meer verkopen. Ik heb een idee. Laten we een rondje maken en kijken wat de anderen verkopen, oké? En hoppa. Hallo, Caillou. Wat kijk je, Sip? Caillou vindt de vrijmarkt toch niet meer zo leuk. Waarom verkoopt u hotdogs, meneer Hinkel? Je kan van alles verkopen op een vrijmarkt, Caillou. En dus ook hotdogs voor hongerige jongens die opgevrolijkt moeten worden. Alsjeblieft, en het kost je alleen maar een glimlach. Dank u wel. Zie je, een vrijmarkt kan heel erg leuk zijn. Kijk, mama, ze hebben alles buiten gezet. De hele slaapkamer, inderdaad. Het leek Caillou heel leuk om buiten te slapen. En hij bedacht hoe het zou zijn om naar de sterren te kijken. Dat is grappig, mama. Kijk dit dan, Caillou. Wauw! Die nemen we mee. Caillou
Caillou vond het gezellig om bij de buren langs te gaan en te zien wat ze verkochten. Er waren heel veel interessante dingen te koop. Waar is dit voor, mama? Het is een elektrische blikopener. Kijk, als je hierop drukt, dan maakt hij automatisch blikken open. Mag ik het hebben? We hebben thuis al een blikopener die heel goed werkt. Misschien zien we iets wat we wel nodig hebben. Kijk eens! Volgens mij is het iets te groot voor je. Kom, zal ik hem anders even passen? Wat ben je mooi, mam. Wat denk je van deze? Mama, kijk! Oeh, dat is mooi speelgoed, zeg, Caillou. Mag ik het hebben? Laten we eerst eens kijken of papa iets van ons verkocht heeft, voor we iets nieuws kopen. Caillou was teleurgesteld dat hij de bouwdoos niet mee mocht nemen. Maar ik wil het hebben! Maar Caillou, die bouwdoos past nog niet in je speelgoeddoos. Caillou bedacht dat als de bouwdoos in zijn speelgoeddoos zou moeten passen, hij eerst zijn oude speelgoed moest verkopen waar hij niet meer mee speelde. Caillou dacht dat als hij niet meer met zijn oude speelgoed wou spelen, iemand anders dat misschien wel zou willen. En daardoor was er plek voor iets nieuws. Hier, Jeffrey. Je mag het hebben. Echt waar? Dank je, Caillou. Jeffrey zou dat heel graag willen hebben. Ik hoef er niet meer mee te spelen. Misschien vind je hier wel iets nieuws om mee te spelen. Alsjeblieft. Wauw. Dank u. Kijk eens wat ik heb. Dat is geweldig, Caillou. Maar ik dacht dat jij je speelgoed wilde houden. Maar niet alles, hoor. Ik heb een idee. Zullen we het op tafel leggen, zodat iedereen het kan zien? Mama, kijk. Ik heb al mijn speelgoed verkocht. Wat goed, zeg Caillou. Heel goed gedaan. Gaan we snel weer op de vrijmarkt staan? Dat zal wel moeten, ja. Moet je kijken wat mama allemaal heeft gekocht. Dit moet echt gevierd worden. Zullen we een ijsje gaan halen? Wat is er aan de hand, Caillou? Wil je geen ijsje? Volgens mij wil Caillou eerst iets anders halen. Heb ik gelijk, lieverd? Yay! Caillou was heel erg blij dat hij zijn oude speelgoed had verkocht, zodat er ruimte was voor zijn nieuwe bouwdoos. Kijk, mama! Ik ga hem vangen! Gilbert! Wee! Wil je met ons spelen, mama? Natuurlijk. Ik zie dat jullie lekker plezier maken. Papa, wat heb je gekocht? Zit er iets voor mij bij? Even kijken. Ik heb wortels, aardappelen, pompoen, sla, paprika en uien. Oh, kijk, hier is iets voor jou. Caillou wist niet wat het was. Het leek op mais, maar de korrels hadden allemaal verschillende kleuren. Is dat om te eten? Nee, die is om te versieren, Caillou. Het is mais die in de zon is gelegd om te drogen. Die leggen we op tafel bij ons Thanksgiving-stuk. We moeten nog veel dingen voorbereiden, dus we kunnen beter beginnen. Caillou wilde liever verder spelen met de bladeren. Maar het was niet zo leuk om alleen te spelen. Ja! Dus besloot hij om ook mee te helpen met de voorbereidingen voor Thanksgiving. Waarom ben je aan het huilen, papa? Omdat ik van mama de uien moest snijden. En daar moet ik van huilen. Ik hou niet van uien. Alsjeblieft, Roosje. Wil jij soms ook helpen, Caillou? Ja. Kijk, je mag dit in kleine stukjes breken voor de vulling. Caillou wilde mama en papa graag helpen met koken, maar hij wilde nog liever lekker buiten spelen met Gilbert. Brood, brood, ik ook! Caillou! Alsjeblieft, Roosje. Je moet kleine stukjes maken, oké? Nee, Roosje. Mama, Roosje is het brood aan het opeten. Heb je honger, Roosje? Dan maak ik iets anders voor je.
Caillou, waar is hij nou naartoe? Hebbes! Dat ga ik ook eens proberen. Hey! Er staat te veel wind. Laten we naar binnen toe gaan, Gilbert. Wow! Kom mee, Gilbert. Daar ben je dus. Kun je me helpen met de tafeldekken, alsjeblieft? Perfect. Is hij niet mooi? Schat, ik kan het doperwten niet vinden. Ik kom er zo aan. Denk je dat je dit zelf af kunt maken, Caillou? Caillou wilde de tafel eigenlijk niet meer dekken. Hij was afgeleid door het kleurrijke stuk dat mama had gemaakt. Maar hij vond dat het nog niet helemaal perfect was. Deze moet er bovenop. Oeps. Oh, nee. Appel. Geef hem terug, Roosje. Hij hoort op de tafel. Nee, appel voor Roosje. Oh nee, Caillou. Het spijt me, mama. Het is niet erg. Ga jij maar even door met de tafel dekken, dan rap ik de rest op. Daarna kun je in de keuken helpen, oké? Caillou vond dat er ineens wel een heleboel werk te doen was. Hier, deze mag je voor mij even netjes in de mand leggen. Maar ik heb geen zin meer om te helpen. Maar Caillou... Thanksgiving is een feestdag waarop we dankbaar zijn voor het eten dat elke keer op tafel staat. Daarom helpen we allemaal om de maaltijd te bereiden. En zijn we extra dankbaar als we het samen opeten. En op die manier weten we ook weer hoe fijn het is dat we dat heerlijke eten kunnen delen met onze familie. Hier, proef dit eens. Mmm. Yeah. Opa en oma komen straks ook om Thanksgiving met ons te vieren. Oh, wat is het al laat. We halen het nog wel als iedereen even goed meehelpt. Ik kan helpen. Caillou begreep dat Thanksgiving een bijzondere dag was. En hij wilde papa en mama graag helpen met het feestmaal. En daarbij begon hij stiekem ook een beetje honger te krijgen... door al het eten dat zo heerlijk rook. Gilbert, ik heb nu geen tijd om te spelen. Ik moet papa en mama helpen. Ik kan mama helpen met het versieren. Goed idee, Gilbert. Kijk eens, Gilbert. Iedereen krijgt een blad. Dus jij ook? Caillou was heel erg trots dat hij de etenstafel voor het feestmaal had versierd. En door de blaadjes die hij over had, kwam Caillou op het idee voor een spel. Gilbert, kijk uit! Oma! Opa! Ze zijn er. Oh, en de tafel is nog niet eens gedekt. Daar zorg ik wel voor, mama. Oh, dankjewel, Caillou. Fijne Thanksgiving. Die kalkoen ruikt echt heerlijk. Kom binnen. Hallo, Caillou. Hey, wat is dit? Dat is mijn spel. Jullie moeten mij volgen en op alle blaadjes stappen. Caillou was heel erg blij dat iedereen hem volgde en meedeed met zijn Thanksgiving-spel. Hij wilde ze allemaal dolgraag de mooie versieringen laten zien die hij op de etenstafel had neergelegd. Wat een prachtig idee! Iedereen heeft een blad. Wat een mooie verrassing, Caillou. Dat heb je heel goed gedaan. Mwah. Zijn we allemaal klaar voor een feestmaal? Ja! Roosje heeft bijna niks gegeten. Dat komt omdat ze de hele dag door heeft gegeten. Caillou heeft echt enorm geholpen, toch Caillou? Aha, ik zag dat je een hapje nam. Gilbert houdt heel erg van uw pompoentaart, oma. Nou, ik ook. En ik ook. Alsjeblieft, Roosje.
Heb jij hulp nodig met je spaghetti, Caillou? Ik ben geen baby zoals Roosje. Ik kan het zelf al doen. Mag ik oma bellen? Tuurlijk. Ik bel haar wel even. Ik kan het zelf wel. Caillou wist dat er een speciale knop op de telefoon zat met oma's nummer. Daar had hij mama's hulp niet voor nodig. Hoi, papa. Wat ben je daar boven aan het doen? Hoi, Caillou. Ik ben de veranda aan het schilderen, zodat hij er weer mooi uitziet. Mag ik ook mee helpen? Oma zegt dat ik heel goed kan schilderen. Het spijt me, Caillou, maar dit is een andere manier van schilderen. Een huis schilderen is een hele klus. Maar dat kan ik ook, hoor, papa. Misschien als je een beetje ouder bent, oké? Waarom ga je geen mooie schilderij maken voor oma? Caillou was erg teleurgesteld. Hij wilde zijn papa helpen schilderen en hem laten zien dat hij het heus wel kon. Mama! Maar soms had Caillou toch een beetje hulp nodig. Ik kan er niet bij. Alsjeblieft. Kom mee, Roosje. Tijd voor een dutje. Caillou vond zijn vingerverf leuk. Maar hij wou veel liever het huis schilderen met papa. Caillou wilde laten zien aan papa dat hij best een huis kon schilderen. Caillou was heel tevreden. Hij kon niet wachten om papa te vertellen dat hij het poppenhuis van Roosje had geschilderd. Hoi, Caillou. Hoe gaat het met het schilderij voor oma? Ik heb het poppenhuis van Roosje geschilderd. Dat klinkt als een heel mooi schilderij. Wil je mijn kwast even vasthouden? Dan ruim ik op en dan kun je het laten zien. Wat is dat? Dat is een bord dat mensen waarschuwt dat de verf nog nat is. Caillou had niet nagedacht over een bord met natte verf erop. Hij vond dat een heel goed idee. Is dit wat je voor oma hebt geschilderd? Dit is mijn natte verfbord. Net als die van jou. Papa begon zich af te vragen wat Caillou dan had geschilderd. Gilbert! Caillou wou dat hij van het bord had geweten voor hij Gilbert achterliet bij de natte verf. Oh nee, wat een troep! Caillou vond het naar dat hij troep had gemaakt. Hij wilde juist aan papa laten zien dat hij zo goed kon schilderen. Het spijt me, papa. Je vingerverf is voor op papier. Je mag het nergens anders op gebruiken, tenzij papa of mama dat zegt. Ik wou je helpen om het huis te schilderen. Ik denk niet dat jij daar al klaar voor bent. Maar je mag wel helpen de troep op te ruimen. Hoe gaat het met de klussers? Super! Samen met Caillou ruimde papa alles netjes op. En maakte het poppenhuis van Roosje ook weer mooi. Niet het natte verfbord vergeten! Caillou vond niets leuker dan door het park wandelen. Eerst ga ik op de schommel. En dan de glijbaan. En dan weer! Hier, Roosje. Dank je, Caillou. Dat is heel lief van je. Muziek? Caillou had nog nooit muziek in het park gehoord. En hij vroeg zich af waar het vandaan kwam. Kijk, oma. Ze spelen muziek. Kunnen we even blijven? Natuurlijk, Caillou. Yay! Caillou had een geweldige tijd toen hij naar de muziek luisterde en danste met Roosje. Dit is een leuk liedje! Het is mooi, hè? Het doet me denken aan een liedje dat ik op de piano speelde. Stoppen met spelen. Misschien kunnen we morgen terugkomen. Maar ik wil ze nu weer horen spelen, oma. Oh. Heb je zin in een verhaal? Oma zag dat Caillou nog steeds dacht aan de muzikanten in het park. Hij wilde echt graag meer muziek van ze horen. Muziek.
proberen? De pianostemmer moet nodig worden gebeld. Speel eens een liedje, oma. Oké. Hoe ging het ook alweer? Ja, dat was het. Wauw! Caillou vond de muziek zo leuk dat hij mee wilde doen. Kijk, oma, ik ben de drummer. Jullie tweetjes houden echt van muziek, hè? Willen jullie soms in mijn band? Echt waar? Ja, maar wel met betere instrumenten. Maar die hebben we toch niet? Dat is zo opgelost. Je kunt ze maken. Caillou vond het heel interessant waar oma mee bezig was. Hij wilde haar graag helpen. Ik wil het ook doen. Maar hoe maakt dit dan muziek? Nou, als je schudt, dan maakt het een heel mooi ratelgeluid. Het heet een sambabal. Oeps! Maar we moeten wel eerst de deksel erop doen. Kijk, Roosje. Ik ben nu ook muziek aan het maken. Ik ook! Oké, maar nu ben ik weer aan de beurt. We gaan een instrument voor jou alleen maken, Caillou. Caillou was teleurgesteld dat hij niet met de sambabal mocht spelen. Het was zo leuk. Maar ik wil spelen met de sambabal. Was er echt niet een instrument waar je liever op speelt? Die we in het park zagen? Dan wil ik graag de drummer zijn. Pak de lepels maar en... Ik ben de drummer! Niet te hard slaan, anders gaat het kapot. Wow! Nu hebben jullie je eigen instrumenten. Caillou was blij met zijn drumstel. Wat een mooi geluid kwam eruit. Nou, weten jullie wat het meest belangrijk is als muzikanten samen spelen? Ze luisteren naar wat de anderen spelen. Zo spelen ze allemaal samen, in het ritme. Oké, wacht maar even. Eerst luisteren. Zie je hoe mijn hand op en neer beweegt? Als ik omlaag ga, moeten jullie in je handen klappen op het knippen van mijn vingers. Pak nu maar jullie instrumenten en speel maar met mij mee. Wel blijven luisteren. Roei, roei, roei je boot zachtjes door de stroom. Roeien, 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 het leven is net een droom. Heel erg goed! Caillou werd heel blij door de muziek die ze maakte. Het klonk bijna net zo als de band in het park. Hallo allemaal, hoe was jullie dag? Caillou kon niet wachten om te vertellen hoe leuk het was. We hebben zelf muziek gemaakt, mama! Echt waar? Wat is dat, Roosje? Het is een sambabal. En dit is mijn drumstel. Hebben we samen met oma gemaakt. Oh, maar dat klinkt echt leuk, zeg. Luister. Roei, roei, roei je boot. We hoorden muziek in het park en ze spelen morgen weer. Mogen we gaan? Toe. Als oma jullie mee wil nemen... Ik zou niets liever willen. Caillou vond het jammer dat hij geen mooie muziek in het park zou horen vandaag. Oh, dat is jammer. Maar misschien kan ik je hiermee opvrolijken. Misschien kunnen wij vandaag het concert doen. Oh, joepie! Luister maar naar mij. Roei, roei, roei je boot, zachtjes door de stroom. Roeien, 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 het leven is net een droom. Roei, 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 roei je boot, zachtjes door de stroom. Caillou genoot van het zingen en van het spelen op zijn drumstel.
Dit was de allerbeste dag ooit. Caillou was een tractor aan het inkleuren. En dat moest zo rood als het maar kon. Even lachen. Ik heb mijn oude fototoestel op zolder gevonden. En ik dacht, ik ga even een foto van je maken. Ik wil hem graag zien. Oh, het duurt even voor je de foto kunt zien. Als je hem aanraakt, dan kan hij wazig worden. Caillou kon niet geloven dat de foto zomaar tevoorschijn zou komen. Het leek wel toveren. Wauw! Mag ik eens proberen? Natuurlijk mag dat. Alsjeblieft. Je moet door dit kleine gaatje kijken om te zien wat de camera ziet. En als je een foto wilt maken, druk je gewoon op deze knop. Oké. Dat is alles. Goed, waar zullen wij een foto van maken? Gilbert! Gilbert, wacht! Oké, Gilbert, even lachen! Hey! Gilbert was niet een heel goed model. Maar Caillou was toch erg benieuwd hoe de foto eruit zou zien. Dat geeft niks, Caillou. Katten zijn best moeilijk om te fotograferen. Je hebt iemand nodig die heel goed stil kan zitten. Als je heel even wacht, dan help ik je om een mooie foto te maken. Maar Caillou wilde liever zelf een foto maken. En hij dacht dat hij de perfecte persoon wist om te fotograferen. Roosje lag lekker te slapen. En dus zou ze vast goed stil blijven liggen voor de foto. Oh! Nee, niet huilen, Roosje. Niks aan de hand. Caillou begon de moed op te geven. Er was niet één foto goed gelukt. Oh. Het lukt gewoon niet, papa. Waarom maak je geen foto van mij? Oké. Hou de camera heel stil en zorg ervoor dat je vingers niet voor de lens zitten. Caillou was erg trots op deze foto. Hij was echt heel goed gelukt. Weet je, de meest beroemde fotografen hebben een assistent. Die zorgt ervoor dat de foto's veel beter lukken. Misschien kan ik jouw assistent zijn. Pardon, dames. Zouden wij een foto van jullie mogen nemen? Maar natuurlijk. Even lachen! Ja! Caillou was heel blij. Hij vond het leuk om foto's te maken. Nu heb ik hem wel te pakken. Ja, nou en of. Wat een mooie foto's, Caillou. Maar er moet er wel nog eentje bij. Caillou had van iedereen een mooie foto waar ze alleen op stonden. Maar het leek papa leuk om er één van de hele familie samen te hebben. En dan nu allemaal even lachen. Ja! Ja! Vanavond sneeuwt het en wordt het koud. Een noordelijke koufront brengt zeer koele lucht ons land in. Broem, 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 broem. Piep, piep. Caillou en papa wisten het nog niet, maar er kwam een winterse storm hun kant op. Broem, broem, broem. Gilbert. Maar kunnen er in het binnenland wel buien vallen. Wil je soms naar buiten, Gilbert? Laat hem maar naar buiten, Caillou. Oké. Kom maar, Gilbert. Papi, kijk! Caillou keek aandachtig naar de sneeuw. De wind was heel hard en blies de sneeuw in cirkeltjes, waardoor je moeilijk naar buiten kon kijken. Caillou wist zeker dat morgen een perfecte dag zou zijn om een sneeuwpop te maken. Oeh, wat een storm zeg. Volgens de weerman kan het gaan hagelen vanavond. Ik zet de verwarming wel hoger. Zullen wij mama eens gaan helpen met het tafeldekken? Oké, papa. Vroom. Rood licht. Groen licht. Vroom, vroom, vroom. Rood licht. Hé, hey, lieverd, heb je al honger? Ja. Groen licht. Vroom.
Oké, nu gaan we parkeren. Oh, wat een heftige storm. Nou, zo te zien wordt het steeds erger. Ach, laten we ons geen zorgen maken over iets wat we niet in de hand hebben. Ga jij maar vast je handen wassen voor het eten, Caillou? Caillou vroeg zich af waarom zijn ouders zich zorgen maakten over de storm. Volgens mij zijn wij het toverwoord vergeten. Groen licht! Vroom, 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 vroom! Hey! Papa? Caillou voelde zich heel alleen in het donker en besloot om zelf te proberen om het licht weer aan te doen. Caillou snapte er niets van hoe het licht vanzelf uit kon gaan. Toen hij het niet aankreeg, werd hij heel erg bang. Papa! Ik kom al, Caillou. Blijf waar je bent. De lampen doen het niet, papa. Door de storm hebben we een stroomstoring gekregen. Wat is dat? Dan is er geen elektriciteit en dan werkt het licht niet. Caillou wist niet dat door een storm het licht niet meer aankon. Daar had hij nog nooit van gehoord. Laten we beneden de zaklampen gaan halen. Nee, Roosje, niet doen. Niet de kaarsjes uitblazen, anders zien we niets. Ik ga wel wat zaklampen halen in de kelder en nog wat kaarsen. Mag ik met je mee naar de kelder? Caillou wilde papa helpen zoeken naar de zaklampen. Voorzichtig doen, het is pikkendonker daar beneden. Misschien is het toch niet zo'n goed idee om die zaklampen in de kelder te bewaren. Doe voorzichtig, papi. Caillou wilde zich groot houden, maar vond het niet leuk alleen in het donker. Papi! Komt goed, Caillou. Oeps! Ah! Oh nee, mijn kaars is uit. Maar ik weet zeker dat die zaklampen hier ergens moeten liggen. Papi! Caillou was bang toen hij helemaal alleen op de donkere trap zat. Hij kon zijn papa niet meer zien. Gevonden! Ah! Caillou schrok toen hij zijn vader plotseling zag. Maar hij was opgelucht dat hij de zaklampen had gevonden. Oh, sorry Caillou, ik wilde je niet laten schrikken. Oh, niet doen hoor. Je maakt me helemaal bang. Gilbert, jij malle kat. Gilbert. En kijk eens aan. Yay! Caillou was blij dat het licht het weer deed. Dan zouden ze nu kunnen gaan eten. Wanneer gaan we eten, mama? Dat is een goede vraag, Caillou. Ik haal wel wat hout en dan maak ik een vuurtje. Dan kunnen we in de open haard iets opwarmen. Net als op de camping. Echt waar? Caillou kon zich niet voorstellen hoe ze in de open haard konden koken. Het leek hem leuk om te doen alsof de woonkamer een camping was. Ik vind kamperen in de woonkamer zo leuk, papa. Ja, het is leuk, hè? Maar ik hoop wel dat de stroom weer snel werkt. Want het wordt hier wel een beetje koud. Wanneer gaat het licht nou weer aan, papi? Ik weet het niet. Kan wel even duren. Caillou snapte niet waarom het zo lang moest duren. Maar op dit moment vond hij het helemaal niet erg. Volgens mij is het tijd voor het toetje. Wat hebben we als toetje? Wat is jouw lievelingstoetje als wij gaan kamperen? Marshmallows! Yay! Zijn ze al klaar? Volgens mij wel. Wel even blazen, hè, want het is heel heet. Volgens mij is het bedtijd. Maar ik wil nog niet naar bed, mama. Laten we anders allemaal hier beneden slapen. Yay! Caillou werd wakker door het geluid van de televisie.
Maar hij wou zo graag blijven kamperen voor de open haard. De stroom doet het weer. Kunnen we nog wel hier blijven slapen vannacht, papa? Tuurlijk kan dat. Slaap lekker, Caillou. Was ontzettend bang. Ik had nog nooit zo'n hard geluid van buiten horen komen. Gilbert? Oh, daar ben je. Oh. Het is oké, Gilbert. Het is alleen maar een zware storm. Arme Caillou probeerde Gilbert gerust te stellen. Maar hij vond de flitsen en de donder ook eng. En als Caillou 's avonds bang is, dan heeft hij zijn papa en mama nodig. Kom op, Gilbert. Hierin. Vlug. Papa? 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 Huh? Niks aan de hand, Caillou. Ik kom al. Ik kom al. Caillou? Caillou? Waar ben je nou? Hierin. Daar ben je. Waarom zit je nou verstopt in de kast? Ik hou niet zo van onweer, papa. Ja, ik weet het. Hé, hey, zullen we eens kijken of jij opknapt van een beker warme chocolademelk? Oké. Onweer maakt een heleboel lawaai, of niet soms? Oh! Het is de wind maar, Caillou. Ik doe het raam wel even dicht. Caillou was blij dat zijn vader de gordijnen dicht deed. Maar hij was nog steeds wel een beetje bang. Heerlijk. Hoe is de jouwe, Caillou? Ah! Papa, zorg dat het ophoudt. Laten we dat met z'n tweeën proberen. Maar hoe? Toen ik een jongetje was, vond ik onweer ook heel eng. Maar oma heeft mij het telspel geleerd. Zal ik je vertellen hoe dat gaat? Als je de bliksem ziet, begin je te tellen. En als je de donder hoort, stop je met tellen. Dan gaat het heel snel weg. Wil je het proberen? 1, 2, 3. Goed. De volgende keer dat we tellen, komen we bij een hoger getal. En dat betekent dat het onweer wegtrekt. Echt waar? Als ik sneller tel, gaat het dan ook sneller weg? Toen papa en Caillou het telspel samen speelden, was het onweer ineens een stuk minder eng. Horen we dan nog een keer boom? Ja, Caillou, we horen zo nog een keer boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb tot 7 geteld. De vorige keer kwam ik maar tot 5. Het werkt. Het duurde langer voor we de boom hoorden. Je hebt gelijk. Nu is het de hoogste tijd om te gaan slapen. Kom vlug naar bed. Oké, papa. Terwijl het onweer verder trok en Gilbert lekker naast hem lag, voelde Caillou zich weer veilig en blij. Gilbert, wakker worden. Moet je mijn vlieger zien? Wieuw! Ik ga vandaag naar het park om met mijn vlieger te spelen. Caillou, wat ben je aan het doen? Mama, snel aankleden. We zouden vandaag met mijn vlieger gaan vliegen. Weet je nog? Ik denk niet dat dat gaat, Caillou. Het gaat vandaag de hele dag regenen. De hele dag? Oh. Caillou was heel erg teleurgesteld. Hij had zich verheugd om zijn nieuwe vlieger uit te proberen in het park. Oh. Wat is er aan de hand? Ik heb helemaal niks meer om te doen. Je kunt toch met Roosje gaan spelen? Maar ik wil niet met Roosje spelen. Hé, hey, ik heb wel een idee. Je kunt vragen of er een vriendje langskomt. Leo! Hallo? Mag ik Leo even spreken, alstublieft? Oh, toch bedankt. Doei. Hij is er niet.
Caillou vond het jammer. Hij had niemand om mee te spelen en hij had ook niks te doen. Kom op, met een beetje fantasie kun jij vast wel iets leuks verzinnen. Ik kan Roosje niet zien. Waar is ze nou? Caillou! Kiekeboe! Hey, dat is mijn tekening. Caillou, ze keek er alleen maar even naar. Piraat! Door de piratentekening en doordat mama met de lakens speelde, wist Caillou ineens wat hij kon gaan doen. Oké, Roosje. Je mag hem hebben. En, weet je al wat je gaat doen? Aha. Dat is vreemd. Ik zou toch zweren dat ik... Caillou! Caillou was zijn eigen piratenschip aan het bouwen. Het leek hem leuk om te doen alsof hij de kapitein was op zijn eigen schip. Hey! Gilbert, je hebt mijn schip vernield. Ik ook! Roosje, nee! Hij is van mij! Roosje, laat hem los! Wat is hier nou weer aan de hand? Dit gaan we direct even oplossen. Huh? Maar ik was ermee aan het spelen. Jullie mogen best in de woonkamer spelen, maar dan moeten jullie wel aardig doen, oké? Roosje, dit is mijn spel. Boe! Boe! Hey! Kijk, Roosje, ik ben een vis die aan het zwemmen is in de zee. Caillou vond het nu erg leuk om met Roosje te spelen. Hij vond het vooral leuk dat ze altijd om hem moest lachen. Wacht, Roosje, ik weet al waar ik een vis kan vinden. Kijk, Roosje, er zwemt een vis in het water. Vis! Oh nee, Gilbert is een haai. Hij wil de vis gaan opeten. Gilbert! We zijn nu even veilig, maar we moeten een boot bouwen. Katvis! Ik kan beter naar de kant zwemmen om spullen te halen voor onze boot. Boot! Boot! Hey, Caillou, wat ben je aan het doen? Ik zwem in de zee. Roosje en ik gaan een boot maken. Want Gilbert is een haai. Nou, ik heb hier nog geen haaien gezien, hoor. Misschien verstopt hij zich. Kijk eens, misschien kun je hem hier wel mee vinden. Caillou hield ervan om piraatje te spelen. Hij was helemaal klaar om zijn piratenschip met Roosje te gaan bouwen. Roosje, je ligt in het water. Laten we ons schip bouwen. Zo, nu kunnen we gaan kijken of we haaien zien. Kijk, Roosje, een eiland. Misschien zijn daar wel piraten. Piraten? Misschien hebben de piraten Gilbert meegenomen. Ik zie een piraat. Papa! Snel, verstop je voor die piraat, anders gaat hij ons vangen. Arr, ik ben een onverschrokken piraat. Kijk eens aan, hier is een verlaten schip. Ik denk dat ik aan boord ga klimmen. Oh nee, jullie hebben me te pakken. Ik geef me over. Oké, meneer piraat. Waar is Gilbert? Ik weet het niet. Jongens, komen jullie lunchen? Mogen we picknicken op mijn boot?
Ik ben bang dat je boot een beetje te klein is, Caillou. Caillou wist wat hij moest doen. Als zijn boot te klein was, dan zou hij gewoon een grotere maken. Mama, mogen we het picknickkleed gebruiken? Gilbert, ik heb je gevonden. Ik heb een idee. Eigenlijk is een regenachtige dag een goed excuus om binnen te picknicken. Kijk eens aan, Gilbert. Lekker tonijn. En zo hadden Caillou en zijn familie op een dag die best saai begon, ineens een heel fijne picknick aan zee. Kom op, Caillou. Mama wacht op ons, want wij zouden de lunch gaan maken. Caillou wist het nog niet, maar op het lege terrein zou binnenkort iets nieuws gebouwd worden. Kijk, papa. Deze wil ik graag meenemen voor mama. Dat is een goed idee, Caillou. Dat vindt ze vast leuk. Kijk eens, mama. Deze is voor jou. Caillou heeft hem gevonden op dat lege stuk grond even verderop. Dank je wel, hoor, Caillou. Hij is prachtig. Meneer Hinkel zei dat de grond verkocht is en dat ze vandaag al gaan bouwen. Echt waar? Weet je wat dat betekent, Caillou? Graafmachines. Misschien kunnen we wel even kijken als ze bezig zijn. Ja! Wanneer gaan we naar de graafmachines? Als we klaar zijn met eten, gaan we wel even kijken, oké? De graafmachines komen een nieuw huis bouwen, Caillou. We krijgen er nieuwe buren bij. Dat is een grote graafmachine. Caillou vond het leuk om de machine in de grond te zien graven. Hij kon niet wachten om straks weer even te gaan kijken. Piep, piep. Kijk uit, ik ga achteruit. Loom. Kom je, Caillou, we gaan naar het park toe. Kom je mee? Kunnen we langs de graafmachine lopen, mama? Ik zie niet in waarom niet. We zijn er iedere dag voorbij gelopen. Naarmate de dag voorbij ging, waren er zoveel leuke dingen om te zien. Graafmachines, cementwagens en bouwvakkers met een grote drilboor, dat Caillou zijn nieuwe buren helemaal vergeten was. Tot die ze op een dag zag aankomen. Mama, de nieuwe buren zijn aangekomen. Ik zag iemand voor het raam staan. Zou de nieuwe jongen met mij in het park willen spelen, mama? Welke nieuwe jongen, Caillou? De jongen die voor het raam stond in het nieuwe huis. Ik wist niet dat ze een zoontje hadden. Misschien moeten we even langs gaan om gedag te zeggen. Hallo, we zijn hier om jullie hartelijk welkom te heten in de buurt. We hebben iets lekkers voor jullie gemaakt. Dat is heel erg aardig van jullie. Ik geloof dat de jongens achter zijn. Ik weet zeker dat ze jullie graag willen ontmoeten. Caillou vond het leuk om nieuwe vriendjes te maken. Maar toen hij de jongen zag, was hij ineens een beetje verlegen. Hoi, ik heb je zien langslopen met je moeder. Ik heet Jason. En hoe heet jij? Caillou. Kun jij ook zo gooien, Caillou? Hey, Jason, dat mag je helemaal niet doen, hoor. Ik ga het zeggen. Mama! Dat is mijn tweelingbroer Jeffrey. Hij is een klikspaan. Kijk, mama, ik heb twee nieuwe vrienden. Zullen we gaan schommelen, Jeffrey? Ik ben Jason. Jeffrey is nu daar. Sorry. Het geeft niks. We zijn het wel gewend. Kom mee. Ik ga je opeten. Ik ga jou eerst opeten. Leo, je moeder is er zo om je op te komen halen. Oké. Niet vergeten dat we naar de tandarts gaan vanmiddag, hè, Caillou? Oh, moet jij naar de tandarts? Ja. Mijn broer ging ook naar de tandarts en hij zei dat het heel veel pijn deed. Caillou was opeens bang dat de tandarts hem ook pijn zou doen. Leo, Caillou, kom naar beneden, we moeten gaan. Ik wil niet meer. Na wat Leo tegen Caillou had gezegd, besloot Caillou dat hij liever niet naar de tandarts zou gaan. Caillou, waar ben je? Stil zijn, Gilbert. Caillou wilde niet dat zijn mama hem vond en hem mee zou nemen naar de tandarts. Speel je soms verstoppertje? Kom maar weer tevoorschijn.
Wat doe jij onder je bed? Ik wil echt niet meer naar de tandarts toe. Ben je soms bang? Leo zei dat de tandarts me pijn gaat doen. De tandarts gaat ervoor zorgen dat je tanden schoon worden en goed gaan groeien. En dat gaat echt geen pijn doen, dat beloof ik, oké? De tandarts zal zo bij u zijn. Wil je spelen tot je aan de beurt bent? Caillou wilde niet spelen, want hij was nog steeds heel zenuwachtig over wat er hierna zou gaan gebeuren. Ze is klaar voor je controle. Ik blijf hier op je wachten, schat. Hoi, Caillou. Ik ben dokter Forrester. Ben je klaar voor je controle? Ik gebruik deze tandenborstel voor al mijn grote patiënten en dinosaurussen. Ah, je hebt wel tanden. Ik wist het wel. Caillou vond de tandarts heel erg grappig. Eerst ga ik je tanden schoonmaken, Caillou. Mijn tandenborstel maakt veel geluid, maar geen zorgen, hij kietelt. Voel je? Kun je je mond heel wijd open doen, zoals een dinosaurus die gaat brullen? Dat kietelt! Goed gedaan. Dan gaan we nu een fluorbehandeling doen. Wat is dat? Het maakt je tanden heel erg sterk. En je mag je eigen smaak uitkiezen. Kersen of kauwgomsmaak? Kauwgomsmaak! Wat is dat? Een röntgenapparaat. Ik ga een foto van je tanden maken om te zien of ze goed groeien. Maar je hoeft op deze foto niet te lachen. Maar wel stilzitten, oké? En klaar. Heel goed gedaan, Caillou. Mami, kijk eens naar mijn tanden. Wat zijn ze schoon, zeg. Caillou, dit krijg je omdat je zo dapper was. Caillou was trots op zichzelf dat hij nu niet meer bang was voor de tandarts. Wat een haast, zeg. Wat ga je doen? Ik ga mijn tanden poetsen. Hallo, is er iemand thuis? Opa! Hallo, Caillou. Waar is iedereen? Mama en Roosje zijn even wandelen en papa is het gras aan het maaien. De vuilniswagen! Hallo, Caillou! Clementine! Wat is dat? Het is een cadeau voor mijn vader. Het is een vogelhuis, helemaal zelf gemaakt in de knutseles. Ik kan niet wachten om het te geven. Hij zal heel erg blij zijn. Doei, Caillou! Ik wil ook een cadeau voor papa gaan maken. Goed, Caillou. Wat wil je maken? Het lukt wel, opa. Ik doe het helemaal in mijn eentje. Oké, dan ga ik naar de woonkamer aan mijn kruiswoordpuzzel. Caillou was een beetje boos dat hij niet zo'n cadeau als Clementine kon maken. Hij wilde ook iets speciaals voor papa maken. Opa! Wat is er, Caillou? Het lukt me niet. Ik kan niks moois maken voor papa. Niet zoals Clementine. Ik weet wel iets. Iets dat we samen kunnen maken. Als je het wilt proberen. Dan draai je het papier, vouw het doormidden en dan heb je een... papieren vliegtuigje! Hij vliegt niet zo goed, opa. Dan maken we gewoon wat anders. Dan pakken we dit mooie papiertje en dan vouwen we dat zo en dan zo. Wat is het? Het is een vouwpoppetje. Papa vindt dat niet leuk. Ik weet het. Doe dit maar, Caillou. Je vouwt hem hier en dan hier. Heel goed. Een hoed? Opa, ik wil graag een hele grote hoed voor papa maken. Maar het papier dat we hebben is niet groot genoeg. Ik weet iets. We gebruiken dit. Oké, ik heb eigenlijk toch geen tijd voor die kruiswoordpuzzel. Het is me gelukt, opa. Ik heb een cadeau voor papa gemaakt. Caillou. Papa. Hey, Caillou. Oh, hoi, pap. Kijk, papa. Ik heb een speciaal cadeau voor jou gemaakt.
Aha. Wat een mooie zeilboot, Caillou. Het is geen zeilboot. Het is een hoed. Je vindt hem niet mooi. Nee, juist wel. Het is het mooiste cadeau wat je hebt gemaakt. Heb je het helemaal in je eentje gedaan? Niet bewegen. Ik denk dat ik hier nog een woord zie. Oh, nee hoor. Caillou en ik gaan buiten piraatje spelen. Kom maar mee, matroos. Johoho, en een fles met melk. Caillou, kun je heel even hier komen? Even wachten, papa. Caillou wachtte ergens op en hij wilde nu niet weglopen van het raam. Nu, alsjeblieft. Wat is er, papa? Kun je je speelgoed opruimen? Dan kan ik je kamer stofzuigen. Als Caillou zijn speelgoed snel zou opruimen, kon hij meteen weer terug naar het raam. Caillou kon niet wachten tot de schoolbus zou komen. Hij keek er erg naar uit om zelf naar school te gaan. Hoi, Sarah! Caillou! Je moet nog even één ding voor me doen. Caillou, waar ben je? Ik kom al. Caillou had al eens eerder in de schoolbus gezeten, maar hij wilde dat hij iedere dag mee mocht. Ik wou dat ik naar school mocht. Wat Caillou niet wist, dat hij aan het eind van die dag zijn kans zou krijgen. Hoi, Sarah. Hoi, Caillou. Mijn klas heeft een kleine broertjes- en zusjesdag op school. En ik heb geen van beide, dus... Wil jij misschien met Sarah mee naar school? Ja! Nou, dat klinkt als een geweldig idee. De volgende dag waren Caillou en zijn mama spullen aan het uitzoeken voor zijn eerste schooldag. Ik geloof dat we alles hebben. Potloden, papier, lunch. Dit zijn we vergeten. Ik moet natuurlijk wel mijn dinosaurus meenemen naar school. Ik geloof niet dat je die vandaag nodig hebt, lieverd. Er is op school zoveel leuks te doen dat die vast eenzaam wordt in je tas. Oké. Wat is de school groot, zeg? Caillou vond de school wel heel erg groot. En hij was bang dat hij zou verdwalen. Kom mee, Caillou. Dat is de schoolbel. We moeten nu naar de bijeenkomst. Oké, Caillou. Ik haal je weer op na de lunch. Veel plezier op school. Caillou vond het ineens wel een beetje eng om de school binnen te lopen. Wil je mijn hand vasthouden? Let maar op, Caillou. School is hartstikke leuk. Caillou was heel erg blij dat hij met Sarah naar school ging. Hij voelde zich een grote jongen. Wauw! Caillou had nog nooit een klaslokaal gezien. Hij vond dat het er ontzettend leuk uitzag. Je rugzak kun je hier ophangen. Mogen we met de bal spelen in het klaslokaal? Nee, we mogen niet met ballen spelen in het schoolgebouw. Waar is iedereen, Sarah? In de gymzaal, daar is de bijeenkomst. Kom mee, we moeten gaan. Wat is een bijeenkomst? Dat is wanneer het schoolhoofd ons toespreekt. Wacht maar af. Wat is de gymzaal? Kom op, Sarah, dan gaan we spelen. Caillou, we kunnen nu niet spelen. Het schoolhoofd gaat beginnen met praten. We moeten gaan zitten en luisteren. Caillou wist niet dat er zoveel regels waren op school. Hij wilde helemaal niet zitten. Hij wilde liever blijven spelen. We kunnen straks weer spelen, oké? Waar moeten we zitten? Op de grond. Kijk zo. Oké, nu even heel stil zijn en luisteren, goed? Welkom en goedemorgen allemaal. Vandaag is een heel bijzondere dag en er zijn een heleboel nieuwelingen aanwezig. Psst. Sarah? Iedereen die hier met zijn grote... Maar Sarah, ik moet echt heel
nodig naar de wc toe. Een spannende dag. Oh. En we gaan heel veel leuke dingen. Nadat Caillou snel naar de wc was geweest en de toespraak voorbij was, gingen Sarah en Caillou terug naar het klaslokaal. Je hebt geluk dat het vandaag een bijzondere dag is. Normaal gesproken mogen we alleen op het bord schrijven als de leraar dat aan ons vraagt. Wat was dat? De bel voor de pauze. Ik vind jouw school heel erg leuk, Sarah. Ik ook. Maar ik zou graag meer tijd willen om buiten te spelen. Caillou begreep niet waarom Sarah meer buiten wou spelen. Hij vond het juist leuk in het klaslokaal. Wanneer gaan we lezen en schrijven? Ik denk niet dat je dat vandaag allemaal gaat leren. Maar we gaan een heleboel leuke dingen doen. Kom mee, de pauze is voorbij. Echt waar, nu al? Caillou vond dat de bel wel erg vaak ging op school. Het schilderen vond hij heel leuk. En dus was hij erg blij om te horen dat ze dat op school ook deden. Ik ga een schilderij van je school maken. Vergeet niet dat het op een dag ook jouw school is, hè? Wat heb je meegenomen om te eten, Caillou? Een broodje, wortels, een appel en wat chocoladepudding. Wat heb jij meegenomen, Sarah? Gebakken kip, kaas, selderij en een koekje. Hey, wil je ruilen? Ik vind het leuk om eten te ruilen. Thuis kan dat namelijk niet. Ik denk dat ik begin met het toetje. Caillou vond het leuk om op school te zijn met Sarah. Want thuis was er niemand waar je eten mee kon ruilen. En? Hoe was het op school, Caillou? Ik heb op het schoolbord getekend en ik heb zelf mijn eten geruild met Sarah. Echt waar? Dat klinkt erg leuk. Maar ik heb nog niet leren schrijven. Dat komt omdat je nog heel jong bent. Beloof je dat je niet al te snel groot wordt? Caillou kon niet wachten om groot te worden en elke dag naar school te gaan. Caillou was dan misschien nog niet klaar voor school. Hij was wel helemaal klaar voor een dutje. Leo was jarig en iedereen was heel erg zenuwachtig, want er was een goochelaar die allemaal tovertrucjes voor ze zou gaan doen. Ik ben de grote Bravo! Kijk maar eens goed hoe ik een konijn uit mijn hoed ga toveren. Maar eerst moet ik de magische spreuk zeggen. Abracadabra! Simsalabim! Kijk, wow! Konijn! Caillou vond het geweldig. Hij wilde even kijken of het konijn wel echt was. Mag ik hem aaien? Natuurlijk mag dat. Ik ook. Mag dat? En voor mijn volgende truc zal ik het konijn laten verdwijnen met mijn speciale magische cape. Oké, ik tel tot drie. 1, 2... Drie! Caillou kon zijn ogen niet geloven. Het ene moment was het konijn er nog en het andere moment was het weg. Tada! Wauw! Goed, Leo. Aangezien jij de jarige bent, mag jij mij vandaag even assisteren. Ja, Jotem! Kun je ervoor zorgen dat de sjaaltjes allemaal los zijn? Caillou was zo benieuwd om te zien wat Bravo met de gekleurde sjaaltjes zou gaan doen. Hij vond het heerlijk om naar de tovertrucs te kijken. Oké, nu heel goed opletten. Hocus pocus, nu meteen. Alle sjaaltjes samen 1. Hoe doet u dat? Een goochelaar vertelt je nooit zijn geheimen. Deze kun je zelf ook wel, Caillou. Even goed opletten. In welke hand zit de munt? Huh? Hij zat al die tijd gewoon in je oor.
Omdat je het zo sportief opvat, mag je de magische munt houden. Dank u. Dag, Clementine. Doei. Ik word later ook een goochelaar, net als Bravo. Welke hand? Die hand. Jij bent geen goochelaar. Caillou was teleurgesteld. Hij wou heel graag goochelaar zijn. En Bravo had gezegd dat het een magische munt was. Hij begreep niet waarom het niet lukte. Hallo allemaal. Gefeliciteerd, Leo. Klaar om te gaan, Caillou? Dag, Caillou. Dag. Nee, Roosje. Die is van mij. Caillou laat Roosje even met die vrachtauto spelen. Caillou had een slecht humeur, omdat zijn magische munt niet werkte en omdat Leo had gezegd dat hij geen goochelaar was. Was het gezellig op het feestje van Leo? Ik hoorde dat er een goochelaar was. Dat was vast ontzettend leuk. Hij heeft me zijn magische munt gegeven. Ik wil ook graag een goochelaar worden. Oké, als je dat echt wilt, moet je veel oefenen. Mag ik die magische munt heel even zien? Maar hij doet het niet. Ik denk dat papa wel weet hoe je hem kan maken. Waarom ga je het niet even aan hem vragen? Papa! Ik ben hier, Caillou. Papa, mijn magische munt doet het niet. En ik wil graag een goochelaar worden. Echt waar? Even kijken. Heb je wel een toverspreuk gezegd? Ah, dat is waarom die niet werkt. Elke goochelaar heeft een toverspreuk nodig. Kun jij er een bedenken? Simsalabim? Perfect. Probeer nu maar eens te goochelen. Hij zit in die hand. Simsalabim. Tada! Caillou voelde zich nu een echte goochelaar. Hij wilde nog meer trucjes doen. Nu ben je Caillou de Grote. Hier, trek deze maar even aan. Alle goochelaars hebben een magische cape. Voor mijn volgende truc heb ik een assistent nodig. Gilbert. Roosje, kijk eens. Ik ga Gilbert laten verdwijnen met mijn magische cape. Tel maar tot 3. 1, 2... Gilbert! Gilbert! 3! Tada! Hij is weg. Ik ben de grote Caillou. Ik heb Gilbert laten verdwijnen. Hoe krijg ik hem nou weer terug? Nou, wat doen goochelaars altijd als ze iets willen laten verschijnen? Ik weet het. Hocus pocus. Gilbert! Caillou liet Gilbert weer verschijnen met zijn magische spreuk. Hij vond het geweldig om goochelaar te zijn. En hij wilde nog veel meer trucs doen. Kom mee, Roosje. Ik wil je nog een truc laten zien. Let op. Dit is een magische munt. Ik heb hem van een goochelaar gekregen. In welke hand zit hij nu, denk je? Heel stil zitten. Tada! De munt zat in je oor. Hoe gaat het met mijn favoriete goochelaar? Willen jullie mijn tovertrucjes zien? Dat lijkt me heel erg leuk. Oké, wacht heel eventjes. Caillou vond het geweldig om een goochelshow op te voeren voor zijn familie. Hij was heel trots. Hij had zelfs een paar eigen trucs verzonnen. Kijk eens hoe ik een konijn uit mijn hoed tover. Simsalabim! Wauw, Caillou! Hoe heb je dat gedaan? Ik ben de grote Caillou! Hallo, Caillou! Hallo, Roosje! Opa! Ben je klaar, Caillou? Opa nam Caillou mee naar een speciale plek. Roosje ging niet mee en ze was boos omdat ze thuis moest blijven. Mama! Kijk wat Roosje nou doet.
Roosje, waarom deed je dat? Ik wilde Teddy heel graag met me meenemen. Ik doe Teddy wel in de wasmachine, zodat hij weer helemaal schoon is. Maar ik wil helemaal niet dat Teddy in de wasmachine gaat. Kom op, Caillou. We gaan pompoenen plukken. Oh, wat word je toch groot. Ik hoop dat de pompoenen lichter zijn dan jij. Oh, wow! Moet je al die pompoenen zien, Caillou? Moet je deze pompoen zien, opa? Wheel! Dat ziet er leuk uit. Hallo daar, wat is jouw naam? Ik ben Caillou. Hallo mevrouw Jansen. Caillou en ik komen een pompoen meenemen. Oh, goed. Mijn pompoenen zijn best beroemd, wist je? Echt waar? Jazeker. Ik heb zelfs een speciaal pompoenalbum. Ik krijg overal foto's vandaan van kinderen die mijn pompoenen hebben versierd en er een pompoenlampion van hebben gemaakt. Waar komen pompoenen vandaan? Van deze kleine pompoenzaadjes. Echt waar? Caillou stond versteld dat zo'n klein zaadje zoiets groots kon worden. Veel plezier met plukken. Dank u wel, mevrouw Jansen. Tot ziens. Caillou? Caillou, waar ben je? Hier ben ik. Volgens mij vind je het hier zo leuk dat je nog steeds de pompoen niet hebt gekozen die je wilt. Ik vind die daar mooi. Die daar. En die daar. Even rustig, Caillou. Je kan er maar eentje kiezen. Ik wil deze. Hij is veel te zwaar voor mij. Zal ik deze dan dragen? Dan neem jij die kleine mee. Dan geven we die aan Roosje. Oké. Nu de pompoen van Roosje leeg is, kunnen we een gezicht tekenen. Caillou! We hebben Teddy gewassen in de wasbak en hij is weer als nieuw. Dankjewel, Roosje. Ik heb een pompoen voor je geplukt. Ik denk dat hij hier moet, Caillou. Zo, en nu kun je de gaten indrukken. En er komt nu het leukste gedeelte. Kijk nou toch. Caillou, Caillou. Roosje heeft gelijk. Die pompoen lijkt veel op jou, Caillou. Nu kon Caillou een foto sturen van zijn lampion voor het pompoenalbum.